vreselijk. En je hebt het over slapen. Bij Nebel, onze man, die had ook slaapproblemen. Die was schokverslaafd. Maar die hebben ze dus geplaatst waar mijn moeder zit. Die is gewoon daar geplaatst. Ze kunnen met je doen en laten wat ze willen. En die ik ken, die twee die samenwonen, die zeggen in ons huis, er komt niemand in. Ik zeg, nou als politie met een dwangbevel komt, dan kan jij die echt niet buiten laten. Nee, dat is niet waar. Het is onze woning. Zonder onze toestemming komt niemand erin. Ik zeg, dan moet je toch maar eens beter gaan lezen. Want het is gewoon heel onnozel wat je zegt. Ja, als ze vermoeden dat er meer mensen in je woning zijn, zoals een feest. Wat is het gekke, is het koningshuis terug. En geen sancties. Dat is dus echt wel wat. Een 17, 18-jarige moeten 2 jaar lang stage lopen. Onder andere blikken tillen. Na 3 seconden weet je hoe dat moet. Wij moeten 2 jaar lang onbetaald doen. En die meid die krijgt dus bijna 2 miljoen. Dat is echt niet van deze tijd. Kan leiden tot een oorlog, want als die corona doorzet, dan worden ook boeren ziek. Ja. Dus dan is er minder eten en om eten wordt gevochten. Ja, dat begrijp ik. Dat is die van de Wibres trouwens ergens, hè? Dat schoonmaakmiddel. Dat wordt gehamsterd, dat schijnt een zeer goed middel te zijn. Dat is de kurk waar de vibra op drijft. Door das die kunnen hun overleven. Ja, ik zat voor de wedstrijd in een vibra. Er kwam ook iemand binnen en die pakte meteen een hele doos. Ja, het schijnt een wondermiddel te zijn. Ja, 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 daar kan je alles mee met die oude treinen schijnbaar. We hebben toch wat problemen met vroeg opstaan. Ja. Ja. Ik heb het even niet voor elkaar. Ik kan wel een tijdje per week boodschappen doen. Ik heb het niet in één keer mijn boodschappen doen. Dan heb je de rest van de week voor jezelf. Het is eigenlijk dat mensen die soms 25 jaar of langer hebben gewerkt, ja, in de uitkering komen, dan van heel weinig moeten rondkomen. En anderen die zich goed hebben laten afkeuren, dat die gewoon veel beter kunnen leven. Ja, 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 klopt. Maar ja, natuurlijk de grote schande is dat koningshuis. Ja, ja. Dat die gewoon onbetaald, dat die eigenlijk niks doen en gewoon zoveel krijgen en zoveel privileges. Nergens belasting over hoeven te betalen. Ze hebben al een enorm inkomen. En ze krijgen eten. Dat, voor winkeliers is dat een gunst om hun tevreden te geven. Ja, ja. En ze hoeven nooit belasting te betalen. Als ze benzine zouden tanken, hoeven ze maar een klein gedeelte te betalen, want de belasting wordt voor hun afgetrokken. Ja, ja. Ja, hier op dat
give up 25 degrees.